Zeer binnenkort zal de eerste grote update van Season 5 Chapter 2 gaan komen in Fortnite. En in deze video gaan we het hebben over wat we kunnen gaan verwachten bij deze eerste grote update. En geloof me, dit kan nog wel eens heel erg belangrijk gaan worden voor Fortnite, deze update. Maar voordat we gaan beginnen wil ik jou maar eerst even vragen om een like te droppen. Kunnen wij de 2.500 likes halen? Ik zou het super tof vinden als we dat kunnen. Abonneer ook even op de veel gevraagd. Met een belletje aan. En ik zou het ook wel tof vinden als iedereen eventjes de support creator code veel gevraagd invult in de Fortnite item shop. Want dan krijgen we namelijk 5% van jouw aankoop. Ja, we kunnen dus zeer binnenkort de V15.10 update gaan verwachten in Fortnite. En dit is dus, zoals ik net al zei, de eerste update van dit seizoen. Of in ieder geval de eerste grote update. En deze kunnen we waarschijnlijk op dinsdag of woensdag gaan verwachten. Ja, en ik had het er net al over dat het waarschijnlijk een hele grote update gaat worden die heel belangrijk gaat worden. En dat komt eigenlijk door dit eerste ding, namelijk mods. We gaan waarschijnlijk mods krijgen bij deze update in Fortnite. Of modding is misschien een beter woord. En wat houdt dat in? Nou, dat houdt in dat de mensen, aparte mensen of andere aparte developers, kunnen dus dingen gaan maken voor Fortnite. Bijvoorbeeld een andere variant van Fortnite die je net anders maakt. Ik weet niet of jullie wel eens Minecraft hebben gespeeld. Daar heb je ook mods voor, zoals bijvoorbeeld Optifine, die zorgt ervoor dat je betere FPS krijgt. En waarschijnlijk gaan we dit ook krijgen. En er zijn dus heel veel hints naar de laatste tijd. En waarschijnlijk zal vanavond de aankondiging komen. Namelijk vanavond om 1 uur 's nachts. Eigenlijk is dat morgen. Maar 1 uur middernacht. Dan zal de Game Awards zijn. En tijdens de Game Awards is altijd een stukje van Fortnite. En Fortnite kondigt eigenlijk altijd wel weer wat groots aan. Volgens mij was 2 jaar geleden bijvoorbeeld Creative aangekondigd bij de Game Awards. Correct me if I'm wrong. En vorig jaar was er ook iets groots. Ik weet even niet meer wat het precies was. Maar in ieder geval, dit seizoen, dit jaar moet ik eigenlijk zeggen, gaan we waarschijnlijk modding krijgen. Dat gaat waarschijnlijk aangekondigd worden. En dat houdt in dat er zoveel dingen mogelijk gaan zijn. Misschien wel dat we aparte servers kunnen gaan maken voor Fortnite straks. En dat er misschien wel een aparte teveelgevraagd server gaat komen. Ik weet het niet. Het gaat in ieder geval huge worden als modding aangekondigd gaat worden. En één ding wat wel zeker is, als je naar de Game Awards vanavond gaat kijken, en dat is echt dus heel erg laat, dan krijg je een gratis wrap als je live te kijken bent en via Twitch kijkt. Want Twitch drops staan aan. Laten we dan doorgaan naar het tweede ding. En dat is namelijk Halo X Fortnite. Halo X Fortnite is iets wat we ook al een tijdje geleden hebben, is dat al aangekondigd of in ieder geval geleakt. Maar vanochtend in de ochtendvideo heeft Matthijs ook een screenshot laten zien, namelijk deze screenshot. En daar zie je dus dat we de oude map van Halo hadden, een soort van hele OG map. Ik heb nooit echt Halo gespeeld, dus ik herken de map niet. Maar waarschijnlijk wordt het dus een map in een aparte LTM met Capture the Flag erin. Of tenminste, dat wordt de game mode. En dat vind ik wel heel erg dope. Ik hou wel van dat soort LTM's. En meerdere leakers bevestigen dus dat deze LTM gaat komen bij de V15.10 update. Verder kunnen we ook bugfixes gaan verwachten bij deze grote update. Namelijk sand tunneling. Daar is al wat, die is al een soort van gefixt. Je kan inmiddels weer het zand in en dan onder de zand lopen. Maar er zijn nog wat andere problemen met sand tunneling die gefixt gaan worden bij de update. Verder zijn er ook game freezes. Er zijn verschillende mensen die dit ervaren op verschillende manieren. Sommige mensen hebben het als hun quest tab open doen. Andere mensen zoals ik hebben dat gewoon random af en toe. En het schijnt dus dat ze dit gaan fixen in dus de volgende update. Verder gaan ze waarschijnlijk ook de NCP's, of NPC's, NCP's, hoe je het ook uitspreekt. In ieder geval de bots in Arena gaan weer aangezet worden waarschijnlijk. Want daar is ook een bug mee. En Matthijs heeft ook dat al behandeld in zijn ochtendvideo. Maar in ieder geval, deze bots gaan waarschijnlijk ook weer terugkomen in Arena. Verder kunnen we ook skins verwachten. Ik heb 4 verschillende soorten skins. Of 3 in totaal. De eerste zijn Star Wars skins. We hebben natuurlijk op dit moment de Mandalorian. Dus ik verwacht dat daar misschien nog wel wat voor gaat komen. Wat precies weten we niet. Maar het is maar een gedachte. Ik heb hier geen aanwijzing verder voor. Waar ik wel een aanwijzing voor heb is een Halo skin. Namelijk de Master Chief skin. Dat is deze skin die we misschien wel kunnen gaan verwachten. Het lijkt mij enigszins logisch als we die LTM krijgen. Dat we ook een skin krijgen van Halo. En dan zou Master Chief natuurlijk perfect bij passen. En dan als derde kunnen we meer kerstskins gaan verwachten. Want ja, we gaan de Winterfest krijgen. En dat is gelijk ook het volgende punt. Namelijk Winterfest zal waarschijnlijk deze week gaan starten. En dat maakt deze update nog veel groter en belangrijker.
Want Winterfest is altijd iets heel erg groots. En als jullie trouwens de video over Winterfest nog niet gezien hebben, want ik heb hier al een hele video over gemaakt, klik dan even op het i'tje. Want daar vertel ik over wat we kunnen gaan verwachten bij Winterfest en wanneer het gaat starten en al die dingen. Maar in ieder geval, ik verwacht dat Winterfest na deze update zal gaan starten, of misschien 1 week later. Maar het zal in ieder geval niet veel later zijn dan de V15.10 update. Dan kunnen we ook nog wat map changes verwachten. Ik heb er 2 opgeschreven. Waarvan de eerste is de Zero Point. De Zero Point die schijnt namelijk langzamerhand kapot te gaan. Ook daar heb ik al een hele video over gemaakt. En ik verwacht dat misschien daar dan wel wat mee gaat gebeuren. Dat hij misschien meer kapot gaat of iets. En het tweede ding is dat we misschien wel meerdere oude POI's terug gaan krijgen. We hebben natuurlijk nu Tilted Towers. Wat nu is, Tilted Towers hebben we een soort van terug. Het heet nu Salted Towers. Of Salty Towers heet dat. Ik zei Salted. Maar we hebben natuurlijk meerdere. We hebben ook een stukje van Dusty Depot teruggekregen enzovoorts. En een stukje van Tomato Town. Dus ik verwacht dat we nog wel wat meer kleine oude POI's terug gaan krijgen. Welke POI's dat gaan worden, dat weet ik niet. Maar waarschijnlijk gaat dat gebeuren in de V15.10 update. Dames en heren, dit waren eigenlijk alle dingen die ik zo'n beetje verwacht voor de V15.10 update. Ik ben in ieder geval oprecht mega hyped voor deze update. Want deze update laat eigenlijk altijd zien wat we kunnen verwachten voor de rest van dit seizoen. Dit seizoen duurt namelijk 13 weken. Dat is best wel heel erg lang. En waarschijnlijk gaan we ook een event krijgen, weten we nog niet zeker. En er is een hele storyline. En nogmaals, de storyline gaat komen, dames en heren. Ik ben een beetje aan het afwachten of er nog wat groots gaat gebeuren voordat ik die storyline video ga maken. Maar hij gaat zeer binnenkort komen. Want dit seizoen heeft echt een hele uitgebreide storyline. Die ook best wel heel erg duidelijk is. Ik ben in ieder geval nogmaals hyped voor de V15.10 update. Hou ons in ieder geval in de gaten. Abonneer op het belletje aan. Want dan ben je altijd up-to-date van alles rondom Fortnite. Klik ook op de video zometeen in beeld. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei!